Ik heb niet eens ontbeten, moet je nagaan. Deze dag heb ik niet eens gegeten. Wat erger eigenlijk. Summit, summit. Volgens mij zie je de Paul Bundy aan het praten, maar ik versta hem. Ja, ik ga ik ga eens even zien of die Nederlands is. Even zien. Ja, fucking noob, zegt hij. Zeg je dat tegen ons? Ik doe mijn headset aan. Zegt wie ook alweer? Oh ja, Bob Bundy. Oké, wat moet ik zeggen tegen Bob Bundy? Zeg maar, hi. Ik ga Engels tegen hem praten. Bob Bundy. Bob Bundy. Bob Bundy. Bob Bundy. You fucking wanker. You fucking wanker. Nee, je headset staat niet aan, want ik zie jou niet praten. Ik zie jou niet praten op mijn scherm. Ik wel. Bob Bundy is geliefd. Lekker, ik heb hem weggejaagd. Hij is, nee, is weer gejoined. Hij is weer. Dat is lekker. Dat is mijn nemesis. Dat is mijn nemesis. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar... Bij mij is het... Even kijken. Bij mij is die Surrey Pro. Waar hebben jullie het over? Waar hebben jullie het over? Nu weet ik het ook niet meer. Hij begon in één keer te praten, nu snap ik het niet meer. Ja, jij zegt dat is mijn nemesis. Ja. En dan zeg ik, en toen zei je ook nog van, hoe zit dat bij jullie? En toen zei ik, dat is die Surrey Pro. Nee, maar hij was echt mijn nemesis. Wat? Nee, dat was echt mijn nemesis. Oké, ik doe even een ander liedje. Laten we het ergens zo anders over hebben. Hey, hoe lang lopen we nou wat te praten eigenlijk? 3 kwartier. Oh, lang zat, lang zat. Het gesprek is 1.5 uur, maar we zijn 3 kwartier aan het recorden. Just saying. 3 kwartier. En dat ga je in 1 keer uploaden, zo woppa! Nee, ja. Nee. Ik knip het per game. En dan upload je het allemaal 1 voor 1. Ja. Oh, dat is leuk. Dus dan zie je mij meer filmpjes gewoon. Dan horen ze mij meer filmpjes. Ja. Oké, je mag even. Want nu, ik ga nu is dan een heel raar gesprek. Omdat misschien mensen dan niet het vorige filmpje hebben gekeken. En nu zien ze in 1 keer dat het dan met... Ja, dat maakt niet uit. Ja, dat is geen probleem. Dat is toch een probleem. Hey mensen die kijken van de Kinker HD. Hoe is het? Diep even in de comments hoe het is. En dan doe even een duimpje omhoog. En voeg toe aan je favoriet of je wil. Ik weet niet. Dat is, doe het voor mij. Ik bedoel, ik ben sexy. Ik ben jong. Geen haar. Ik heb 16. Ik heb cam. Oh ja, oké. Je kost me 3 euro per uur of niet? Nee. Ze moeten gewoon betalen voor die website, zeg maar. Moet ze gewoon lid worden. En dan moeten ze hun creditcard even geven. En dan krijg je 2 dagen trial. Maar, dan moet je wel van. Daarna word je wel gecharged op die creditcard. Dus, doe voorzichtig. En echt die mensen, die zitten nu echt te denken van, wat een raar jong. Wat een rare jongen! Ik ben het gewend hoor, Maar, ik heb een... Ah, bitch! Wie is Buddy to Kill? Hij is vervelend, hij is 6-0, dat vind ik niet echt... Hoe krijgt hij dat voor elkaar? Kom een half uur de face voor. Dat was lag, bro, serieus. Oh nee, wel. Ik ga in het huisje. Oh, ik ga pakken. Zo, ik ging bijna kotsen. Ja, dat... Ik ook gisteren. Nee, ja. Maar dat 360 RPG, oh fuck. Ging dan misselijk naartoe, dus dat Fuck. Nee. Oh, ik ben ze aan het rapen. Nou ga ik waarschijnlijk dood omdat ik het heb gezegd. Zie, ik zei het je. En ik wou je nog beschermen, maar ik dacht van nee, doe me niet. Nee, hij zei dat hij aan het rapen was. Ik bewijs hem het om tegen. Nou, ik heb mezelf nou al 2 keer opgeblazen en 1 keer zelf wordt naar beneden gesprongen. En ik heb pas 3 kills. Oh. Wat is dit? Oh, hij zit daar. Trap in. Ah, zijn er twee. Ik heb hem al. Maar ik bedoel, hij zat daar wel. Hij zit eentje in dat huis. Ja, hij is niet op. Ik heb soms niet eens door dat gelaten. Zo snel herlaat ik gewoon. Oh, kijk die keer. Oh. Die oh, je iemand hem. Nice. Ja, ik had hem. Grapje. Ik ga ownen. Ik was het, joh. Ik was het.
Ik ken echt helemaal niemand hier. Kijk, we moeten het nergens over hebben, want als we het nou alleen maar over de gameplay gaan hebben, hebben we. Ja, kom, we gaan het gewoon even hebben over. Hey, hebben jullie ook last van tarrels? Wat? Van tarrels. Wat is dat? Google maar. Dat is heel mooi. Tarrels, googlen. Tarrels. Ja, tarrels. Ja, dat doe ik al na de game. Ja, doe maar. Wat dan? Nee, gewoon. Het is geen scheldwoord of zo, het is alleen niet zo fris. Wow. Ja, het ligt eraan waarvan je houdt. Sommige mensen hebben fetish helemaal nou ergens voor. Die houden het dan is weer het wel. Is zoiets als Blue Waffle? Waar ik niet ben. Heb ik ook gegoogeld, dat doe ik ook niet meer. ik wist het één keer niet. Dat was op het tweede kanaal van Smosh. Dus ja, klopt. Moet je googlen. Ze zei, moet je niet googlen. Ik heb het toch gedaan. Ik heb het ook gedaan. Dat doe ik ook niet meer. Ik ging echt bijna over mijn nek, jongen. Toen ik dat zag. Ik heb niet. Zo erg was het ook weer niet. Maar ik weet niet of je de betekenis wil weten of het plaatje wil zien. Ik bedoel, de betekenis is wat frisser dan de plaatje. Nou, weet je. Oké. Zou ik gewoon vertellen wat het zijn? Nee. We doen gewoon dit. Jongens, jullie gaan googlen Blue Waffles. En dan gaan jullie in comments schrijven wat jullie ervan vonden. Ja, daar ben ik best goeie, wel benieuwd dat is een naar. Goeie. Nee, wacht. En weet iemand, zonder te googlen, wat tarrels zijn. Dat moet je er ook even bij zetten. Krijgen we een euro als je dat niet weet, is het een plaatje of is het echt een tekst? Het is echt, het heeft echt een betekenis. Nee, trouwens, laat dat met die euro maar zitten, want ik weet dat de helft gaat googlen. En dan zeggen, nee, ik heb het niet gegoogeld. En dan moet ik toch een euro geven. Maar ik zal gewoon laten zeggen wat het is. Het is zijn droge poepstukjes die aan de konthaar zijn blijven plakken. Wat? Wie gaat daar... Oké, als dat op Google staat, hè. Ik ga meteen kijken. Weet je wat? Ik ga dus niet googlen. Kom op, 4-1 met mijn granaat? Oh nee. 4-1 met mijn granaat. Wat hoeveel geluk heb je wel niet? Ik blijf dromen. 4-1 met je granaat. Oké, en toen werd ik wakker. Als ik 1 krijg op dit spel. Ik heb het ooit gehad, maar toen werd ik wakker. Dus heb je het eigenlijk ooit... Je droomde dat je het had gehad. Ja. Ja, zeg ik. En ik was ook een beetje nat. Ik heb hier een claimer neergezet. Degene die er doorheen loopt is de lul. Oh my god. Oké, hoe schrijf je? Ik schrijf het T-A-R-O-S. Nee, tarrels. T-A-R-L-E-L-S. In plaats van de O. Oké, wacht. T-A-R. R-E-L-S. R-E-L-S. Tarrels. En anders moet je een woordenboek gebruiken als het niet op Google staat. Oh. Oh ja, jongens, ik ben aan het met de L96. Ik ben stuk, klaar. Eén man heeft er een foto van gemaakt, maar dan zie je alleen zijn beeldnaad. En dat hoef ik niet. Moet je zijn met afbeelding meteen kijken? maakt niet zoveel uit. Gewoon hetzelfde. Nou jongens, ik zou zeggen, er is niets te doen daar. Ja, wat ik altijd heb. Ja, bloemappels. Ja, nou, dan jongens, weet je toch wel. Erbij. Ik ben je kind, je weet toch wel wat voor Chinees ik lekker vind? Heilige tarrels, / knittels, ja, en knittels. Die. Nee, nou jongens, de blue waffles, Wat mag je nou? Om te kijken, hè? Ik teach je in tarrels, ik kijk ze op dit forum. Weet je wat er staat? Ik erger me er al vaker aan. Maar vanmorgen was het druppel. De tranen spatten mij in de ogen wanneer ik een knittel lostrek. Een klein haar komt mee. Ah, bro. Verspreid over het geheel met de kast. De tranen haar. Help! Shut the fuck up, gast. Echt. Blackbird. Jij bent echt vies, jongen. Dude, jij bent echt. Ik ga je nog kicken, man. Fuck jou. Doggies. Ik loop geen afbeeldingen te zoeken. Als deze video 18+ wordt geplaatst, hè. Google, YouTube, niet doen. Het staat gewoon in het woordenboek wat het allemaal is. Echt waar.
Dus dat allemaal niet zo leuk. Ik heb ook Black Bat, dus als deze is voorbij, zet ik mij in. Ja, ik zit wel met chopper eerst in, hè. Ik weet niet of jij er ook in hebt, maar... Jongens. Ik heb geen chopper. Jongens. Ja. Hoe heet een oversexte mol? Ik ben een travestiet. Een drol. Nee, een piemol. Oh my god. Jij bent echt zo cool. Ik weet het. Ik ben echt een moppenbroek van buiten naar binnen. Je bent echt een moppenbroek van het internet. Hé, wat? Niks. Nee, niks. Niks. Wat? Ik kan een hele vieze mop vertellen, maar... Nee, ik, doe maar niet. Nee, daarom. Dat is... Heel erg. Hij was ook nog een beetje racistisch, dus ik dacht van... Ja, nee, doe het allemaal helemaal niet. Ah, oh, okay. Ik zie die kerel. Ik had nog mijn dogs. Nou ja, ik win alweer heel veel. Wie de fuck doet dat met z'n headset? Dat is Itze. Itze! Ah. Ja! Nou jongens, we houden het erbij dat we het gaan moeten googlen, hè? Oh, godverdomme. Oké, jongens, ik ga het googlen. One sec. Hoe spelde je het? T-A-R-L-O-R-M. T-A-R-R-E-L-S. Bij Google afbeeldingen? Ja, Tarel. Nee, maar dan moet je even naar dat forum kijken in het begin. Okay. Dan zie je zo'n hele tekst over Tarels en mensen die zich daar aan ergeren. Pijnlijke Tarels klit. Wat? Ja, die heb ik. Ik heb hem al vangen. Vanochtend was de druppel. De tranen spatten me in de ogen wanneer ik... Oké, wacht. Hey. Losstrek. Hey, kijk eens even op Skype. Schrijf je het zo? Gas. Schrijf je het zo? Ah, what the fuck? Dude. Ja, dat is hier. Ja? Ja, zo. Ja, zo. Oh, hier is zo. Ik erger me er al vaak klaar. Maar vanmorgen was de dribbel. De tranen spatten in mijn ogen wanneer ik een knittel los trek. Een klein grafje van mijn ouwe. Jij bent... Gast, jij bent evil, gek. Kijk die Nick, man. Mensen met parels. Oh. Hey, kijk dan wat iemand daar zegt. Mensen met parels. Veeg je reet eens af, man. Ja. Oh. Oh. Geen nokjes, Summit. Als ze helemaal vastgeplakt zijn, is dat nog veel erger. En dan ga je poepen en dan moet je... En dan moet je zo door al die haren heen persen. Dat is pas pijnlijk. Gas. Ga in bad en dan losweken. Oké, ander onderwerp. Hou op knittels. Wie weet het dan? Oh, grappie. Grappie. Ik weet niet. Wacht. Weet je wie ik zie hier het grootste? Wie gaat hem in de A? Als we B hebben. Ik ga naar C. Ik ga wel op mijn balhekspot staan. Oh, hitmarker. Balhekspot. Ja, die Bundy, die Bundy is ook wel goed, Bundy die kill. Zit nog steeds in? Ja, nee. Hij is best wel goed bezig. Nee, die Paul Bundy zit er niet meer in. Nee, er zit weer een ander in ons team die best wel goed bezig is. Oh nee, die zit in hun team. Nee, waar is die? Oh ja, Buddy to kill. Die zit dus wel in ons team. Ja. Hey, je ziet toch wel die koepel, hè? Bij C, zeg maar. Ja. Dan gooide ik eens een keer een troonknife tegenaan, een toonmark tegenaan. 10 seconden later kreeg ik het kill daarmee. 10 seconden later. Dat was klote van lang. Lol. Had je geteld, maar niet meer. Toen kwam die helemaal bij B. Triple feed. Balhackspot. Ik heb alleen maar balhack kill. Oh, triple. Weer een balhack kill. Ik schiet alleen maar op deze spot, hè. Ik ga bijna een kill. Ik ga naar mijn shotgun doorheen rennen. Hierzo draai ik niet. Ik ga proberen met mijn RPG. Jongens, ik ga volgende potje ga ik Olympia. Kom, we gaan het volgende potje met de Spectre. Oh, nee, hebben jullie dan? Nee. Wat is een Olympia? Potje gaan we allemaal Olympia, oké? Okay? Olympia is dus de eerste sniper die je hebt. Fu! Oké, zullen we volgende potje allemaal te snipen doen, maar dat gaat denk ik niet goed. Hack kill. Allemaal met sniper, kijken wie er wint. Ik weet het zeker. Nee, maar we gaan niet snipen, we gaan Olympia. Ja, dat is toch sniper, of is dat, wat is dat? Olympia is een shotgun. Shotgun met 2 kogels per magazijn. Mag ik geen stakeout nemen? Die vind ik zoveel klote chillen. Nee, ik zweer het je, de Olympia schiet verder. Ja, maar je hebt maar 2 kogels, dat soort dingen. Je hebt maar 2 kogels, daar moet je er ook mee leren spelen.
Daarom moet je ook Sleight of Hand gebruiken. Ja, precies. Oké, ik ga ze zo wel even klasje in gaan stellen. Eens! Hey, wat zeggen wij hier niet, jongen? Ik bedoel... Wij zeggen een ziekte die je in je arm... Nee, maar ik bedoel nog wel dat ik honger had, en ik wou zeg maar gaan eten. Dus dat, daar ging het over. Jullie denken meer meteen aan ziektes, hè? Dat vind ik nou weer zo onvolwassen. Ja, ik ook. Van jou. Ik heb serieus net iets van een 7 killstreak gehaald met de stakeout. Ik heb bijna een Blackbird, dus ik wil niet sterven zo. Ik kan niet met de stakeout spelen. Vind ik zo'n kut shotgun, maar ik heb hem wel ingesteld, zeg maar. Ik had yes, ammo! Yes! Iemand van hun team zit bij B, terwijl ze... Ja, ik zag hem ook, ja. Die helpt met B pakken. Ja, ik krijg een hitmark double kill natuurlijk. Ze pakken C. Ja, ik ben op C. Ik ben net gestunt. Oh shit, en nu komt hij daar. En nu heeft hij mijn shotgun gejat, wat een lul. Nee, kut, ik zet mijn chopper in. Terwijl ik dacht dat ik Blackbird had, dus ik zit daar nu bij C. Ja, heb ik ook wel eens gehad. Heel ik moet eigenlijk. 1 kill voor dogs. Oeps. En ze stacken hier niet bij die kills. Ik zeg dat is wel een beetje kut. Jawel, ze stacken wel, alleen ze bouwen niet op. Dat bedoel ik eigenlijk. Ja, waarom zeg je dan stacken? Ik bedoel stacken met kills, zeg maar. Ja, oké, dat niet. Hey, ze zitten allemaal binnen bij B en bij C zitten er een paar. Ja, ik ga nu op C. Wie verdedigt B even? Ik kan B. Oh, iemand zijn. Wat? Zit er nog eentje bij B? Hé, hey, ga maar naar C. Ik die ventje. Met mijn chopper. Ja, ik heb C. Fuck. Maar zometeen, jongens, zometeen, als we zometeen winnen en goede scores hebben, dan ga ik freaken. Want zometeen gaan we allemaal eventjes met de Olympia. En daarna ga ik denk ik even stoppen met recorden. Tenzij het heel goed gaat. Hey, ik zit daar nog steeds, hè. Ik zit gewoon in een span bij die ene. Bij die ene hef. Ja, ik zit een... Goed van jou, zeg. Dankjewel. Moet je nu een euro? Ik wil eigenlijk. Moet je nu een euro hebben of wat? Lekker, doggies. Oh, nice. Ik heb geen ammo meer, bro. Kijk, ammo. Maak een 47 uur. AK 47 in. Oh shit, wow. Oh, gelukkig, dat was. Hij zit hem! Wat ging er ineens killed? Fuck. Ah, ze hebben B. Shit, ze hebben B. En ik heb hun, degene die bij B zat. Dat is. Ik ga hartstikke chill bij een spam. Wie heeft dogs? Ikke. Kijk mijn score, jongen. Echt een beest. Sexy. Jij gaat alleen maar goed, echt. Je hebt elk potje op de chopper. Ja, hij is gewoon een beetje no-life, volgens mij. Ja, jongen. Heel hij is gewoon een beetje wel zo'n Call of Duty kereltje die ik ook eerst was. Zo, die de hele dag op Call of Duty zit. Wow, ik had het 6 man kill feed. Ik heb het uitgevonden. Dank je. Graag gedaan. Chip de boek. Graag gedaan, plus. Graag gedaan, plus. Oké. Okay. Dat is mijn eigen stap. Ik heb hem wel net verzonnen. Shit, hij zit aan de andere kant! Snel, gunnen! Ik vind iemand als team vind ik een beetje vervelend. Dat is, even kijken hoe die heet. Dat is die buddy to kill. Hij gaat zeg maar achter een span en dan loopt hij er zo in. Zeg maar achter een span gaat hij zitten. En dan komen ze allemaal aan de andere kant van de map. Oh my fucking god. Om. Kijk, luister. OMFG. Oh my fucking god. Op gommel, roffel, mouw. Roffelkopter, roffel. Lamao. Hey, zo gaat mijn roffelkopter alleen. My roffelkopter went from that joke to. From roffel to. Wop. Ik ga naar binnen rennen. Met mijn stakeout. Ah, oh, kut. Ik ga naar binnen, boemdood. Dat zag er heel slecht uit. En maar kijk, je hebt 3 soorten mensen die domination spelen. Eén groep die pakt alle vlaggen, de andere groep die pakt 2 vlaggen, A, B of C en B. En die probeert ze te spawn trappen. En je hebt een groep die gewoon fucking faggot is en die gaan in het drol van domination weet. En wij zijn de eerste. Yeah! Yes! Dus wij zijn... Hoe teleporten die kerel? Rondje naar rondje. Portaal, yippie! Ja, van de Nether naar de Aether.
Boom. Nooit zie iemand zo lopen, ik schiet mijn RPG bam recht op zijn buik. Wauw, jij bent wel heel cool. Dank je. Ah, dat. Ik vind jou eigenlijk wel een beetje cool. Ik wou dat ik jou was. Wat dom. Wil je van hersenpan dit schreeuwen? Hersenpan. Oh, wat is dit nou weer voor... Ja? Hack. Oh, ik moet eten. Ik hack. Maak die potje af en dan moet ik denk gaan, jongens. Nou, dan blijven wij nog even, jongen. Ja, inderdaad. We hadden toch niet zoveel met jou. We konden niet zo heel goed opschieten met jou, dus jij mag al gaan. Jij bent publiek. Ja, man. Ik maak sommige niet leuke grappen. Ze pakken A. Jij maakt heel leuke grappen. Weet je wat jij maakt? Jij maakt goede kills, meer niet. Daarvan ben je meegenomen. Omdat je dan wisten dat we misschien nog een kans hadden om te winnen, maar nee hoor. Ik was wel de eerste die in de party zat. Nou, kijk, niet. Niet, de eerste die in de party zat was Itze. Ja. Yeah. Nee, ik was eerder. Itze was eerder. Ja. Yeah. Fuck! Dan gaan ze net zoals bij YouTube doen. First! En dan zo... First! Oh, ik was de eerste in de party! We krijgen van mij een duimpje omhoog, hoor. Dat is echt... Wow, kijk mij gaan, jongen! Yo, respect op Hive voor jou, man. Ja. Nou jongens, ik heb weer gewonnen. Ik moet eten. Wat moet je? Like op Facebook. Oh man, respect op Hive voor jou. Retweet. Oh. Trapin was eerste in de party. Retweet. Wie was het? Ik weet niet wie het was. Nou ja, jongens, ik hoop dat de sound dit keer wel heeft gerecord, want daar heb ik wel wat problemen mee, maar...